Alexis de Tocqueville leefde van 1805 tot 1859. Hij was een Fransman, een aristocraat, een politicus en een filosoof. En hij is naar Amerika afgereisd om daar de politieke cultuur te bestuderen. Dat heeft hij gedaan, die bestudering heeft hij opgetekend in zijn boek De la démocratie en Amérique. En dat boek is gerecenseerd door John Stuart Mill, een andere prominente liberaal. Hij ging naar Amerika om daar de politieke cultuur te bestuderen. Dus met name om culturele aspecten van de democratie te bestuderen. En de belangrijke vraag die hij zich daarbij stelde was of vrijheid en gelijkheid naast elkaar kunnen bestaan in een democratie. Zijn antwoord daarop is, hij concludeert in ieder geval, dat vrijheid en gelijkheid op gespannen voet staan met elkaar. Dus een te grote vrijheid leidt uiteindelijk tot ongelijkheid, te veel gelijkheid leidt tot onvrijheid. Een nadeel van die politieke cultuur van een democratie is dat die daarin gelijkheid wordt gewaardeerd. Nou is dat op zich niet zo'n nadeel. Maar het gevaar daarvan, zo zag Tocqueville, is dat de mensen dan geneigd zijn om eerder de middelmaat aan de macht te helpen, zeg maar middelmatig gekwalificeerde mensen, dan de meest excellente. Excellentie wordt in een democratische cultuur minder gewaardeerd over het algemeen, zo zag de Tocqueville. Een ander nadeel is dat politici minder lang aan de macht zijn. En dat betekent dat zij hun kwaliteiten, hun competenties als het ware niet echt tot bloei kunnen laten komen. En ze hebben ook weinig aan de ervaring die ze opbouwen op een gegeven moment. En het feit dat politieke termijnen kort duren, dat betekent ook dat de lange termijn visie als het ware verdwijnt uit de politiek. Het gevaar is dat mensen ook niet meer het doorzettingsvermogen hebben om zich verre doelen te stellen en om zich in te spannen om verre doelen te behalen. Dus korte termijn denken en de middelmaat van politici, dat zag de Tocqueville in een democratie als een nadeel. Een ander gevaar van de democratische cultuur, volgens de Tocqueville, maar ook volgens John Stuart Mill, is de tirannie van de meerderheid. Dus dat een meerderheid een minderheid gaat onderdrukken. Vanwege bepaalde belangen die een meerderheid heeft en een minderheid niet. Of andersom. Maar ook bijvoorbeeld vanwege geloof of vanwege bepaalde opvattingen. En die onderdrukking van een meerderheid, die kan zich uiten in de vorm van wetten. Dus dat degene die de macht hebben om de wet te maken, nadelige wetten voor bepaalde minderheden maken. Maar de tirannie van de meerderheid kan zich ook uiten in de rechtspraak. Waarin bijvoorbeeld juries of rechters niet bereid zijn om de minderheden bepaalde rechten toe te kennen, bepaalde bescherming te bieden die ze wel volgens de wet hebben. Een laatste nadeel of gevaar eigenlijk in de democratische cultuur vond de Tocqueville de neiging tot conformisme en het gevaar dat mensen hun individualiteit verliezen. Hij zag het gevaar dat de publieke opinie als het ware een geloof wordt, waar mensen en masse achteraan huppelen en niet meer zelf nadenken en een eigen oordeel vormen. Dus de meerderheid wordt dan als het ware een profeet van het geloof in de publieke opinie. Dus kortom, de Tocqueville had zeker wat aanmerkingen op de democratische cultuur. Maar al met al zag hij heus wel ook de voordelen en de vooruitgang die de democratie bracht en de ontwikkeling daarvan. Maar hij vond het belangrijk om een aantal uitdagingen in die ontwikkeling toe te lichten. En één daarvan is dus dat mensen getraind moeten blijven om hun eigen intellect te vormen. Een andere uitdaging zag de Tocqueville in de besluitvorming. Het besluitvormingsproces zou zo moeten worden ingericht dat het als het ware vertraagd is. Dat tegendiscussie georganiseerd wordt in het systeem.
Zodat mensen kritisch blijven op opvattingen die misschien een meerderheid toch al heeft. En de laatste uitdaging vond hij dat de individualiteit bewaard moest blijven in de democratische cultuur. En dat kon je bijvoorbeeld stimuleren door mogelijkheden om voor mensen om kunst te beoefenen, om de moraal te ontwikkelen, om filosofie te bedrijven. Dat zijn bepaalde menselijke mogelijkheden die gewaarborgd moesten blijven.